wilde jullie even laten weten dat Laura weer geen broek aan heeft. Dat was het. Relay day! Yes! Voelt je lekker? Nu is hij hoor. Ja, maar ik ga het daarvoor. Kom met me mee, jongen. Nee, nu is het klaar. Hoi en welkom bij een nieuwe vlog. Lisanne is er even niet. Want ja, ik ben gewoon thuis. Ik ben namelijk mijn koffer aan het inpakken. Want we gaan morgen naar Zwitserland toe. Voor de 4x4 lopen we zaterdag. Om het limiet te lopen voor Berlijn, voor het EK. Dus dat is even spannend. Dus ik ga zo eventjes mijn koffer inpakken. Dit is toch echt... Oei, oei, oei. Ja, de laatste video was van Warschau, dat we onze eerste 400 liepen. En in de tussentijd is er wel wat gebeurd. We hebben wel wat beelden geschoten, maar niet genoeg om een leuke video van te maken. Dus we hadden besloten om, ja, dat niet een vlog van te maken. Maar we zullen de beelden alsnog even laten zien, dus die komen nu in beeld. Nou, we zijn er hoor. We zijn weer Warschau, meteen weer gelijk dit. Meteen weer omgekomen. Kunnen we nou? Ik heb een idee dat jullie ook hier zijn geweest. Nee, ik ook. Het ziet er echt een beetje hetzelfde uit. Hij is echt een beetje special. Shine, vind je ervan? Nou, ik vind het hartstikke leuk. Waar stond mama? Mama, ze mochten hier niet zitten. Ik zat voor een leeg publiek. Voor een leeg publiek? Ja, ik moest... Een leeg publiek. Een leeg stoeltje. Tribune? Tribune, ja, je snapt. Een leeg publiek. De vlek op de camera, goddomme. Op je camera? Ja. Of op je lens? Nee. Oh, het ligt eigenlijk helemaal niet lekker. Waar dan? Ja, maar zie je hem in beeld? Ja, jouw hoofd, inderdaad. Ik weet ondertussen echt hoe ik beatcourse moet schrijven. Ik ben echt trots knap, op mezelf. Knap, hè? Ik ben echt trots op mezelf. Schrijf je dan? Even kijken. P-Y-D-G-O-S-C-S-Z-S-Z-Z, zeg maar. S-Z-C-Z. Ja. Ik wist het wel, maar ik zei het verkeerd. Ja, ja. Ja, even sterk. Ik baal iets van de bal, maar als je dat samen doet, dan is dat gewoon echt keer 10 of zo. Dit is trouwens die Sander Latte en dit is mijn cappuccino. What the fuck? Hé, maar kijk. Die shoppen. Kijk even hoe groot deze koffie is. Gaat niet goed. Paniek. Gaat niet goed. Paniek. Nou jongens, welkom bij een nieuwe video. Zeg je dat? En we gaan eerst even foto's maken, want dat willen ze. Dat willen ze. We hebben een battle, jongen. We hebben een battle tussen mij en Lisanne. Nou, wie zal dat winnen? Ja, ja, want wie wint er altijd? Niet altijd. Ik weet niet. Ja, één keertje van de Hoeva. Bitchface. Right. Oh, die heeft ze wel hoor. Ja. Done. No, sorry, right, that way. It'd be your head to me. A bit towards me, but not too much. Okay. Weird. En hoe komt het dan dat je... Nou ja, ik denk dat er... Ik trek je mond van even. We zijn even naar de supermarkt geweest. Want ja, een mens moet wel eten. Toch, Lisanne? Het mens? Het mens, of jij alleen? Die mens moet je wel eten. Maar ook echt broek aan. Dat hoeven de kijkers niet te weten. Want jullie zien alleen mijn hoofd. Want anders hadden jullie niet geweten dat Laura gewoon geen broek aan heeft. Jongens, het is geheim dat ik geen broek aan heb. Ik moet lopen morgen. Ja, we zijn... jullie allemaal ook er zijn om ons aan te moedigen. Dus ik wil jullie niet missen voor. The fuck? Nee, nu is het klaar. Ja. Nee, je moet hem niet elke keer bewegen. Gast, ik heb niet zo'n stukje. Ja, nu is hij goed. Laat even weten in de comments wie het mooiste opstaat. Alt, delete. Doe er niks. Ik ben je aan het klappen. Ik voel niks. Ik voel het dus niks. Oké, okay, ja. Nou laten we gaan eten, want het is al heel laat. Okay, en dan kan ik slapen. Doei!
Jongens, ik wilde jullie even laten weten dat Laura weer geen broek aan heeft. Dat was het. Doei. Ja, zoals ik zei, is er dus veel gebeurd in de afgelopen tijd. Bitcoin liepen we allebei. En voor allebei was dat geen goede wedstrijd. Het was weer een beetje hetzelfde als Warschau. Ik liep 53,5. Lisanne. Liep Lisanne eigenlijk? Geen idee, maakt niet uit. In ieder geval, ging ons niet helemaal goed. Toen was FPK. En misschien hebben jullie het al gezien. Maar Lisanne heeft het zo, dat komt er niet uit. Lisanne heeft EK-limiet gelopen. Dus dat is echt super goed. Ze liep 51. 83? 82? Geen idee. In ieder geval, ze liep het EK-limiet en weer een 51. Ze heeft gewoon even de 52 overgeslagen. Doet ze gewoon even. En ja, dus dat was heel goed bij de FPK. Bij mij ging het iets minder. En heb ik het ook wel eventjes zwaar mee gehad. Ik had dus eigenlijk een wedstrijd gepland vorige week. Heb ik uiteindelijk niet gedaan. Besloten om door te gaan trainen. Omdat ik toch wat achterstand heb opgelopen door mijn liesblessure. Dus ja, we hebben nu weer 2 weken dus getraind. En die zijn heel goed gegaan. Dus daar ben ik heel blij mee. En nou, morgen dus op naar Zwitserland voor de 4x4. En dan is volgend weekend al het NK. Ja, tijd vliegt. Maar goed, dit verhaal ga ik afsluiten. Want dit duurt veel te lang. Hoi Lisanne. Hey Laura. Hey Lisanne. Hey. Ben je er weer? Ik heb een mespijp. Oh, hebben we die nodig? We hebben even eten gehaald. Achter ons zit de gang. Daar ergens. We zijn even de nieuwe clip van Paris aan het kijken. Dat is een super goede pokoe hoor. Oh, 100 G. Hé? Hij zit er ook gewoon opeens niet meer in. Wat mijne dan? Ik heb niet nodig. Ik zag mijn hoofd van dat ding volgens mij. Wat moet ik vertellen? Nou ja, gaat maar je. Gaat echt heel goed. Ja, echt zo. Hallo. Nou, we zijn gearriveerd in Zwitserland. Yes. Zo even eten en slapen denk ik na een museum. Zo. Ja, lekker. Ja, dat ging lekker. Okay. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is de dag van de wedstrijd. Het is relay day. Yes. Relay day again. Yes. We gaan eventjes rondje lopen, want we lopen pas heel laat vanavond. Ja, eigenlijk gaan we even naar de baan. Dus een kijkje nemen. Zo. Zo. Nou, dit is Bern. Kijk, drellig. Oh, we mogen totaal niet op te letten. Ja. Oh ja, ik wilde gewoon bijna doorlopen. Wat zei ik, Lisanne, net? Bedanktijd, hè? Maar waarom zei ik dat? Ik zeg gezondheid. Bedanktijd. We zijn het eigenlijk vanmorgen al. Vanmorgen was ik nog net wakker, denk ik. Ja. Toen zei ik, oh, gezondheid, hè? Omdat ze moest niezen. Zij zit denk ik half in de slaap nog. Bedanktijd, hè? Okay, bedanktijd! Nou jongens, we zijn op de baan. Ja. Spotjes! Of niet, Owen? Je mag het nu zeggen. Vond je lekker? Nu is hij wel hard, ja, maar ik ga het nou voelen. Kom met me mee, jongens. Ja, dan moet je even wat langzamer lopen. Ja, mag voelen. Outfit? Ja, het is een heel mooi gestyled. Ik vind vooral jullie tasjes niet helpen. Oké, bedankt. Ja, bedankt coach, bedankt. Ik vind jouw broek ook echt super goed bij slippers. Ja. Ja. Maar jongens, we hebben een nieuwe teamgenoot. Juri. Hey! Marit is daar. Waar? Daar. Je ziet mij niet, maar ik wijs daarheen. Gezellig. Dus ja, dat is ons team voor vandaag. Ja. Gezellig, hè?
kan je gezellig. Wat was het team? Ja, laat even zien. No. Sven, kom op, doe niet zo kinderachtig. Kom op, Sven, doe het. Nee. Sven! Nee. Je moet je. Sommige dingen moet je gewoon geheim houden. Alsof dat dit het allerergste is wat jij altijd doet. Ik goede momenten niet uiten. Ja. Dit is niet zo'n moment. Hé, hey, bedankt de coach. Ja, ik kostte het wel even hoor. Ja, mooie nummertjes. Ja, ik had op verzoek even een vlaggetje. We moeten wel even zorgen dat we hem goed op hebben. En niet dat mensen dit gaan doen. Hoi allemaal, we zijn op de warming-up baan. Nou ja, een van de warming-up hoeken, banen, weet ik veel. Ze hebben van alles, maar we zitten hier. Ready? Ja? Goed zo. Dia en Jorieke gaan nu 200 doen. Dus we gaan denk ik zo even kijken. De sfeer proeven op de baan. Want het viel me net een beetje tegen hoe druk het was. Maar ik hoop zo meteen beter. En we gaan even nu aanmoedigen. En dan gaan we inlopen. En dan gaat Laura de nagels lakken. Heb ik ook gedaan. Oh, domme god. Dus, dag. Laura moet naar de wc. Dat gaat ze dus doen straks. Af op. Kom op, hè, kleine. Zo noemt iedereen jou toch? Mighty Mouse. Ja. Die Holländerinnen, die Niederländerinnen op de baan 6 met Medea Gafford, Lisanne de Witt, Marit Doffeit en Laura de Witt. Een starkes team dat daar am Start staat. Möglichst een snelle tijd aanbieden te kunnen. 51,6 voor die Niederländerin. Ook in diesem jaar, also daar op de Startstrecke, einige snelle Athletinnen mit dabei. Und Fanet Ümer und Cornelia Halbherr für die Schweizerinnen unterwegs. Es ist die Niederländerin, die mächtig Druck macht, hat die Irländerin schon überholt. Cleoda Manning sicher nicht so stark einzuschätzen wie die Belgier und die Briten und die Niederländerinnen. Cornelia Halbherr immer noch in Tuchfühlung, hat den Kurvenvorsprung gegenüber Belgien leider ein bisschen eingebüßt. Aber die ersten, die wechseln, sind die Britinnen zusammen dann mit Niederlande, Belgien. Robin Schürmann nun unterwegs vor den Irinnen und für die Schweiz 2 Lore Hoffmann, die 800 Meter Spezialistin auf der Strecke. Jetzt biegen alle rein an die Innenkante. Es ist Großbritannien, Belgien, Niederlande, Schweiz 1 mit Robin Schürmann, die dieses Jahr einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat, immer wieder gezeigt hat, was sie drauf hat. Und endlich hat es geklappt mit 55er Zeiten über die 400 Meter Hürden. Sie jetzt an vierter Stelle, die Niederländerin auf der zweiten Ablösung. Lisanne de Witte, ein hervorragendes Rennen, bringt ihre Staffel wieder mit in die vordersten Ränge. Sara Acho, kommt sie gut durch den Wechseltrubel? Ja, jetzt darf sie nicht überpacen, Sara Acho. Sie muss sich langsam rankämpfen, aber das ist schwierig für eine 200 Meter Spezialistin. Da gehen die Gäule durch zu Beginn und Belgien vorne weg. Niederlande auf Platz 2, Sara Acho auf 4, immer noch in Sichtkontakt. Und Jasmin Giger für Schweiz 2 unterwegs, während die Britinnen wieder Boden gut machen und ein hervorragendes Rennen von Sara Acho. Sara Acho läuft auf die Niederländerin auf und die Belgierin auf Platz 2. Es ist Großbritannien führt, Belgien auf Platz 2, Holland und Lea Sprunger nun unterwegs für die Schweizer Mannschaft. Lea Sprunger gleich schon ein Rang gut gemacht auf Platz 3. Es führen die Britinnen vor den Belgierinnen und Schweiz mit Lea Sprunger auf den dritten Platz. Vor der Niederlande mit Laura de Witt
unterwegs und da ist natürlich Lea Sprunger stärker einzuschätzen als die Niederländerin. Auch wenn Laura De Witt auch schon eine 52 TÜV angeboten hat. Mit Riesenschritten Lea Sprunger auf der Verfolgung der zwei Spitzenläuferinnen. Belgien greift die Britinnen an. Belgien gegen Großbritannien. Lea Sprunger kommt von hinten. Reicht es noch für die Belgien? Nein, sie bleibt auf dem Platz 3. Es Großbritannien, Belgien, Schweiz. Hoi. Zijn weer terug in het hotel. We gaan zo slapen. Of ja, poging tot. We hebben vandaag SVET gedaan. En we liepen 3:30:57. En we moesten 3:30:50 lopen. Oftewel, we komen 700ste tekort voor het EK-limiet. Over een 4x4. Dat is niks. Dat is echt niks. Dus ja, dat is even kut. De jongens hebben het trouwens wel gehaald. Dus die hadden wel een goede wedstrijd. Ja, dus het is gewoon even balen. Nu dat je het net niet hebt. Betekent niet dat we niet gaan. Betekent ook niet dat we dus wel gaan. Betekent dat we moeten wachten. Betekent dat we nog net zo lang heel lang moeten wachten. Hiervoor. Ja, we weten nog helemaal niks. We moeten waarschijnlijk heel lang wachten. Voordat we te weten komen. Waarschijnlijk gewoon als het team bekendmaken. En dat is pas eind juli. Dus echt een paar dagen voordat je weg gaat, hoor je dan wel of je wel of niet gaat. Met estafette dan. Dus ja, dat is even kut. Dat je nu niet gewoon die zekerheid hebt. Maar oké, we kunnen nu niks meer aan doen. Ja. Ga proberen lekker te slapen. Wij moeten morgen vroegjes op. En ja. Proberen te slapen. Ook al gaat het waarschijnlijk niet lukken. Hoi, dit is Jan. Sukkel. Ja. Gaan boorden, jongens. Naar huis. Naar Amsterdam. Zo, ik heb echt zo'n big wangetje zo. Dus ja, we zien jullie later weer, denk ik. Aan de andere kant. Ja. Gaan daar nog mensen? Ja. Het zijn onze teamgenoten. Kan ze nog steeds zien. Spannend. Alvast bedankt voor het kijken. We zien jullie volgende week. Doei! Lee Marvin, gisteren heb je geplaatst voor de EK. Hoe ben je hier gekomen? Nee. Oh, jammer. Je trapt er niet in. Maar dat heb je alles al, nee. Nee. Jorieke wel, top. Oké, doei Lau. Was gezellig. Ja, was heel gezellig. Doei. 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 Oh ja, alsjeblieft. Doei.